Kijk, lekker spelen. Wie wil dat nou niet, hè? Maar je hebt natuurlijk wel uitdagingen. Dus in plaats van zoiets kun je ook iets hoger gaan. Ja, een stuk leuker, lijkt mij. En het wordt nog spannender als je nog hoger pakt. Je pakt de hoogste glijbaan. Nou, dat is eigenlijk een kwestie van op welk punt begin je? Ja, wat is de energie waar je mee begint? Ja, oftewel, energieniveaus, daar gaan we het over hebben. En behalve energieniveaus gaan we het ook hebben over, je herkent het al, precies, spectra. We gaan snel beginnen. En we beginnen met een pingpongbal. Ja, pingpongbal hangt eventjes stil in de lucht. En betekent dus dat omdat de snelheid nul is, dat dan de kinetische energie ook nul is. Wat niet nul is, is natuurlijk omdat hij hoogte heeft, maximale hoogte zelfs, dat de zwaarte-energie, die is maximaal. Nou, in plaats van zwaarte-energie gaan we het nu eventjes hebben over potentiële energie. Zwaarte-energie is een vorm van potentiële energie natuurlijk. Als hij naar beneden gaat, dan neemt zijn kinetische energie toe, zijn snelheid neemt toe, maar omdat de hoogte afneemt, neemt die juist af. Ja, er is dus een verandering van energie. Helemaal beneden is de snelheid maximaal en is de hoogte nul. Hij stuit omhoog en dan is het net andersom. De kinetische energie neemt af, de potentiële energie neemt toe en helemaal beneden is de snelheid wel maximaal, maar je ziet wat er gebeurt. Hij is omgeswitcht. De snelheid is van naar beneden omhoog gegaan. Betekent dus dat hij in het begin of in het midden ergens heel eventjes nul is geweest. En betekent dus dat de potentiële energie daar weer maximaal is. Dus je zegt van, hé, hoe kan dat? Want de hoogte daar is toch nul? Maar let op, bij potentiële energie kan ook bijvoorbeeld veerenergie zijn. Oftewel, hij deukt een beetje in, het balletje, en dat is de veerenergie. Nou, hè, belangrijk hier is dus dat je constant dus die energieafname, toename hebt. En hier heb je natuurlijk wel de wet van bouw van energie. Namelijk dat E-kinetisch plus E-potentieel constant is. Dat heb je hierbij, maar ook deze. We pakken het balletje eventjes en zetten hem bovenaan. Ja, maximale hoogte, dus daar is de potentiële energie weer maximaal. De snelheid is nul. Laat hem los en hij rolt naar beneden toe tot aan de andere kant. Bij de andere kant op het hoogste punt, ja, daar is natuurlijk de snelheid weer nul. Dus daar heeft hij weer een potentiële energie. Maar die potentiële energie is blijkbaar niet groot genoeg om te kunnen ontsnappen. Ja, dus potentiële energie niet groot genoeg. Onderaan, ja, is de potentiële energie natuurlijk nul. Want ja, de hoogte is nul. En betekent dus dat daar de kinetische energie maximaal is. Is iets bijzonders met de kinetische energie in het onderste punt. Want het is een beetje vlak. Ja, en omdat hij zo vlak is, is de snelheid constant. Dus onderaan is de kinetische energie constant. We pakken het even iets anders aan. Ja, een beetje schematisch. Dus op deze manier. Nou, een mooie put, rechte wanden. Ja, en op het onderste vlak is de potentiële energie nul. En de kinetische energie is constant. De wanden zijn niet al te hoog, dus laten we eventjes omhoog trekken. Hoppadee. Ja. En links en rechts, ja, heb je nu oneindig hoge wanden. Kan natuurlijk in principe niet, maar vergeleken met de afmeting van dat pingpongballetje zijn ze oneindig hoog. Goed, dit noemen we een deeltje in een eendimensionale doos. Ja, eendimensionaal, omdat het deeltje alleen maar langs één lijn heen en weer kan bewegen. Ja, eendimensionale doos, links 0, rechts de x is l, dus de breedte van die doos is l. En eventjes een beetje nog schematischer doen. Ja, dus van 0 tot l, daar is dus de kinetische energie constant en de potentiële energie 0. En links en rechts, ja, oneindig hoge banden, dus in het midden de potentiële energie 0
En als ik links van 0 ga of rechts van L, hè, dan neemt de potentiële energie oneindig toe. Dus daar is de potentiële energie oneindig hoog. Nou, dit is eventjes mijn tekening van een eendimensionale doos. Ja, en de potentiële energie is hierin weergegeven. Ja, 0 in het midden, links en rechts is die oneindig hoog. Er zijn maar twee mogelijke waarden. We gaan verder weer. Zo, hebben we het deeltje weer. Maar ja, een deeltje. We hebben vorige keer gezegd, je hebt een deeltje misschien, maar dat kan ook best een, kijk, golf wezen. Ja? Dus het is misschien een deeltje in doos, maar ja, het is ook een materiegolf. Althans, een kwantumdeeltje in een eendimensionaal doosje. Ja? Materiegolf, kwantumdeeltje is één pot nat natuurlijk. Goed, aan de rechterkant heb je snelheid naar rechts. Ja, dan gaat hij stuiten en gaat hij naar links toe. Ja, dus hij gaat even naar links en daarna naar rechts. Hetzelfde in feite als het balletje wat stuit. Maar hier is in ieder geval wel van belang dat het duidelijk is dat daar een snelheidswisseling is. Dus daar is de snelheid gelijk aan 0. En dat is natuurlijk ook aan de linkerkant zo. Nou, links en rechts snelheid 0. Ja, en daartussen hoort een golf. Nou, wat is de meest simpele golf waarbij links en rechts de snelheid 0 is? Dat is deze. Ja. Dat lijkt ontzettend veel op een staande golf. Ja. Wat voor type golf kan er nog meer bij? Nou, dat is deze. Ja. En de volgende golf die hier tussen kan ontstaan, dat is deze. Ja. En zo kunnen we verder gaan natuurlijk. Hè. Zo krijg je constant staande golven in die eendimensionale doos. Nou, even op rijtje de diverse golven die mogelijk zijn. We beginnen met het onderste golf. Die heeft natuurlijk een bepaalde energie en dat noemen we E1. Nou, de staande golf die erboven zit, die heeft iets meer energie. Dat is E2. En zo gaan we verder met E3 en E4. Belangrijk is dus dat omdat niet alle golven mogelijk zijn, is dus ook niet iedere waarde van de energie toegestaan. Ja, een deeltje in een doos, een materiedeeltje in een doos, ja, die kan niet iedere energiewaarde hebben. Nee, de energie in zijn doos is gekwantiseerd. Niet alles is mogelijk. Belangrijk is hier ook om te zien dat de onderste energie, de grondtoestand, ja, de energie die daarbij hoort, dat wordt de nulpuntsenergie genoemd. Ja. Dat betekent dat een deeltje in zo'n doos nooit een energie van 0 kan hebben. Ja, een energie van 0 joule is niet mogelijk. Je kunt niet hebben dat een elektron zegt van nou jongens, ga je weer lekker rustig zitten. Nee, hij moet altijd bezig zijn. Nou, eventjes voor, hè, dit is die eendimensionale doos, dus links is x gelijk aan 0, rechts is x gelijk aan L. En de onderste energietoestand, hè, in de grondtoestand, dat is precies een halve golflengte. Ja? Kijk, dit hier is een halve golflengte. Hè, en hierboven is het precies één golflengte, et cetera, et cetera. Hè? Met staande golven gaat iedere keer komt er een halve golflengte tussen die twee waarden. Nou, betekent dat je dus bij E1, ja, is de golflengte gelijk aan 2 keer de breedte van de eendimensionale doos. Dus de lambda is 2L. En bij E2 is de golflengte gelijk aan, precies aan 1L. 1 verder is gelijk aan 1,5L en daarboven is je gelijk aan 2L. Nou, je kunt het iets mooier opschrijven, namelijk hè, 2L gedeeld 1, 2L gedeeld 2, etc. En zo gaat hij dus constant door. En dit gebruik ik zo meteen om eventjes aan te kunnen geven hoe groot de energie van een kwantumdeeltje nu daadwerkelijk is. Ja, want dat kun je namelijk berekenen. En we gaan beginnen met puur de energie die hij heeft. En welke energie heeft hij, welke type energie heeft hij? Dat is de kinetische energie. Ja. En we weten
Ja, hoe groot die kinetische energie daar is. Ja, hij is in ieder geval constant, maar ik weet ook hoe ik hem kan berekenen. Ja, want die is gelijk aan een half mv kwadraat. We gaan verder. Dus de energie is gelijk aan half mv kwadraat. In plaats van half mv kwadraat schrijf ik even op mv kwadraat gedeeld door 2. Datzelfde, hè? Keer een half of gedeeld door 2. Nu eventjes een apart iets, maar dat gebeurt wel vaker met afleidingen, met energieniveaus. En dus is het wel belangrijk dat je dit eventjes ziet, dat je boven en onder doe het keer m. Ja, dus boven doe ik m keer m. Dat betekent dus dat ik onder ook een m moet doen. Ja, in principe doe ik niks en je denkt van, goh, wat vreemd. Maar daarboven staat dus nu m keer v in het kwadraat. En wat is m keer v? Precies, m keer v is de impuls, p. Dus de kinetische energie is gelijk aan p kwadraat gedeeld 2m. Oftewel, de energie is gelijk aan p kwadraat gedeeld 2m. De energie in een eendimensionaal doosje. We gaan weer even verder, ja, want p zit ook in de golflengte. Ja, want hè, de Broglie-golflengte, daar hebben we het over, kun je berekenen met h gedeeld p. Oftewel, voor p kan ik invullen h gedeeld door de golflengte. Dat vul ik dus in de energie. Dus e was p kwadraat gedeeld door 2m. En voor p vul ik die h gedeeld lambda in. En dan krijg ik dus deze uitdrukking, h kwadraat gedeeld door 2m gedeeld door lambda kwadraat. Nou, die lambda, eventjes erbij, ja, die is afhankelijk van de energie. Ja, lambda is of 2L gedeeld door 1, 2L gedeeld door 2, etc. etc. Dus voor lambda kan ik invullen, ja, 2L gedeeld door een getal. Ja, en die kan 1, 2, 3, 4, etc. zijn. Dat vul ik in. Ja, dus dan krijg ik dat de energie is gelijk aan. Nou, daar staat hij. Ja, je husselt het eventjes. Zo, hè, dan krijg je dus h kwadraat gedeeld door 2m. En dan krijg je daar. Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met omgekeerd, dus keer n kwadraat gedeeld door 4l kwadraat. En tenslotte krijg ik dit als energie. Ja, dus de energie van een kwantumdeeltje in een eendimensionaal doos, die is deze uitdrukking. Gelukkig voor jou staat deze uitdrukking ook in BINAS, dus je hoeft hem niet echt uit het hoofd te leren. Maar het is wel belangrijk dat je die afleiding wel kunt volgen, want het zijn een aantal technieken die je wel eens ook op andere plekken moet gebruiken. Nou, wat kun je hieruit afleiden? Nou, in ieder geval die n. Ja, energie is dus gekwantificeerd, want n die is 1, 2, 3, 4, etc. etc. Dus de energie kan niet een willekeurige hoeveelheid hebben. Ja, de put, als die 2 keer zo breed is, wat de energie 4 keer zo laag. En zo'n put moet je dus in feite bedenken, dat is een atoom, hè, waar een elektron in gevangen is. Dus hè, energie wordt dan 4 keer zo laag van het kwadraat. Nou, en als n is 1, dan is het 0,1 energie. Dus h kwadraat gedeeld door 8 m l kwadraat, dat is dus de 0,1 energie. En dit is dus de energie in een eendimensionaal doosje. Eendimensionaal doosje, dus de wanden oneindig hoog, etc. etc. Dus het is natuurlijk wel een benadering van, hè, een atoom kun je bij benadering dit doen. Een atoom waar dat in ieder geval niet bij kan, dat is het waterstofatoom. Ja, want daar hebben we al een uitdrukking gehad over energie, hè? Dat was volgens mij ook in paragraaf 1. Ja, want voor een waterstofatoom is het dat de energie ook gekwantificeerd is trouwens, maar die kun je berekenen met min 13,6 gedeeld door n kwadraat. Ja, dus ook hier, hè, voor n is 1 is de 0,1 energie van een waterstofatoom. Nou, we gaan eventjes die twee vergelijken, want er zit nog wel een aantal verschillen. Het is niet alleen van, goh, de formule is verschillend. Nee, bij een eendimensionaal doosje, als je daar berekent, ja, dan krijg je de energie in joules. Maar bij een waterstofatoom, als je daar de energie berekent, krijg je hem in elektronvolt. Wel eventjes belangrijk om dat te bevatten. Ja. De energie
bij een eendimensionaal doosje, die neemt met steeds grotere sprongen toe. Ja, dat komt omdat je het keer en kwadraat doet. Maar bij een waterstofatoom, ja, neemt hij wel steeds toe, maar wel met steeds kleinere sprongen. Ja, misschien dat je het ook eventjes in een plaatje. Hè, kijk, dit is het schema van een energie in een eendimensionaal doos. Je ziet dus hier inderdaad hè, dat die toename iedere keer groter wordt. Hè, die pijltjes worden iedere keer groter. En bij een waterstofatoom, ja, die staat trouwens ook in Binas, hè, daar zijn die toenames iedere keer kleiner en kleiner. Kijk, de pijltjes worden iedere keer kleiner. Dus dat is een verschil tussen een eendimensionaal doosje en een waterstofatoom. Je kunt dus aan het schema ook zien van, goh, waar heb ik mee te maken? Worden de sprongen iedere keer groter? Dan is het een eendimensionaal doosje. Worden de sprongen iedere keer kleiner? Dan is het een waterstofatoom. Nou, we gaan even naar een willekeurig atoom toe. Dus het kan een eendimensionaal doosje wezen of een waterstofatoom. Elektron zit daar in zijn grondtoestand, NS1. Ja, dus hij heeft een nulpunt energie. Maar hij krijgt energie van buitenaf, ja, door een straling. Ja, hij absorbeert energie. Ja. En hoe groot is de energie die hij absorbeert? Nou, hè, straling heeft energie gelijk aan H keer F. Ja, E is H keer F. Hij absorbeert de energie en daardoor, ja, zal hij dus een niveau hoger komen. Ja, bijvoorbeeld NS2, hij zou eventueel ook rechtstreeks naar NS3 kunnen doen. Maar belangrijk is in ieder geval, hè, dat hij in een hoger energieniveau komt. Maar energie is gekwantificeerd. Ja, energie, ja, in NS2 bijvoorbeeld, ja, heeft een bepaalde waarde. NS1 heeft ook een bepaalde waarde. Betekent dus dat die sprong alleen mogelijk is als de energie die hij absorbeert gelijk is aan het verschil tussen die twee energieën. En dat betekent dus dat dit alleen mogelijk is als de straling precies de juiste frequentie heeft. Dat betekent dus dat een atoom alleen maar specifieke frequenties kan absorberen en als het elektron daarna weer terugvalt, alleen maar specifieke frequenties kan uitzenden. En dat is waar de spectra naar voren komen. Ja, die titel was energieniveaus en spectra. En hier zie je dus van, goh, hè, de spectra met zijn absorptielijnen. Of hè, je kunt ook natuurlijk een lijnenspectrum hebben. En dan heb je dus met de spectraallijnen. Ja, hoe ontstaan die lijnen? Dat is dus puur vanwege dat de energie in een atoom gekwantificeerd is. Ja, en dat kan een eendimensionaal doosje wezen, het kan ook een waterstofatoom wezen, maar het is gekwantificeerd. Terug naar de basis, het waterstofatoom. Waterstofatoom, één elektron. Ja, en het elektron zal altijd proberen in de laagste energietoestand te komen. Trouwens, niet alleen met een elektron het geval. Alles in de natuur probeert dat. He, pak maar eens een willekeurig voorwerp. Houd het in de lucht en laat het los. En je zult zien dat het voorwerp naar beneden gaat vallen. Waarom? Omdat beneden de potentiële energie lager is dan daarboven. Nou, geldt niet alleen voor waterstof, maar ook voor helium. He, twee elektronen, ook lekker in de grond. Toestand, lithium 3 elektronen en beryllium 4. Dit plaatje echter klopt niet. Ja, als je gaat opzoeken, dan krijg je dit. Waterstof en helium, dat klopt nog. Maar bij lithium zal het extra elektron niet toegelaten worden tot de inner circle. Ja, en bij beryllium ook niet. En dat heeft te maken met het uitsluitingsprincipe van Pauli. Nou, Pauli, hè, dat is natuurlijk weer zo'n natuurkundige, een briljant Italiaan. Ja, ik moet trouwens zeggen, van iedere keer als ik hem zo zie, dan denk ik van, hé, hij lijkt wel erg sterk op deze. Ja, en dit is Al Capone, ja, een gangster ten tijde van de jaren 20, de drooglegging van de Verenigde Staten. Het zal aan mij liggen hoor, maar ja. Maar goed, uitsluitingsprincipe van Pauli, dat zegt dat twee gelijke deeltjes, en die deeltjes zijn kwantumdeeltjes, specifieker nog
fermionen gaat wat te ver om aan te geven wat dat allemaal precies zijn, maar een elektron is in ieder geval zo'n deeltje. Die mogen niet dezelfde kwantumgetallen bezitten. Nou, een ontzettend belangrijk principe, want daardoor kan materie eigenlijk bestaan. Kwantumgetallen, wat is dat? Nou, we hebben 4 kwantumgetallen. Je hoeft ze niet alle 4 te kennen hoor, maar dat komt zo meteen wel. Maar het is wel eventjes plezierig om te weten van het eerste hoofdkwantumgetal, ja, die ken je wel, dat is de n. Dat is de n dus in die formule voor de energie van een eendimensionaal doosje en voor het waterstofatoom. Het tweede, dat is het nevenkwantumgetal. En wat is nevenkwantumgetal? Die zegt iets over de vorm van de schil. Elektronen zitten in een schil om de kern heen. Het is driedimensionaal natuurlijk. Dit is een plaatje voor dit hier. Ja, dat is de grondtoestand, de schil van de grondtoestand. Een bol. Dat is ontzettend saai natuurlijk. Dit is niveau 2. En je ziet niveau 2 die bestaat uit 2 lopjes. En dat is dus de vorm van de schijf. Ja, dus je ziet dus dat hier is maar 1 vorm mogelijk. Ja, en 1 niveau hoger, dan heb je een tweede vorm erbij. En dat is dus die nevenkwantumgetal L. Dan heb je ook nog het magnetisch kwantumgetal. Die zegt iets over de oriëntatie van het schil. Nou, ook dat is natuurlijk bij een bol niet echt super interessant. Een bol is een bol. Ja, weinig oriëntatie. Maar hier zie je dus dat hij 3 verschillende oriëntaties heeft. Dus hier is meer variatie mogelijk. Ja. En de eerste 3 kwantumgetallen, dat is dus in de grondtoestand overal even gelijk. Ja, een bol is weinig aan te doen. Betekent dus dat het echt over die spin kwantumgetal gaat, waardoor er een verschil moet zijn. Ja, dus daar gaan we ook eventjes naar kijken. Onderaan de 4 atomen, waterstof tot met beryllium, en de kwantumgetallen linksboven. Voor waterstof, dus in zijn grondtoestand, heb je voor de kwantumgetallen 1, 0, 0. Ja, n is 1, l en m bij 0, want ja, het is maar een bol en meer ook niet. En voor helium geldt natuurlijk in principe hetzelfde. Ja, het is ook een bol en de kwantumgetallen n, l en m zijn gelijk. We noemen dit ook wel, dat is op zich wel belangrijk, zijn beiden dezelfde energietoestand. Ja. Waarom kan het elektron toch erbij? Dat is omdat er dus een 4e kwantumgetal is. En dat is het spin kwantumgetal. En dat is wel verschillend mogelijk bij een elektron. Ja, een elektron kan 2 verschillende spintoestanden hebben. Ja, een spin kun je voorstellen als een elektron dat om zijn as draait. En dat kan dus linksom of rechtsom. Het is puur als voorstellingsvermogen. Het is natuurlijk, een elektron is niet een echt deeltje. Dus, maar het is wel makkelijk om het zo te bekijken. En door de spin heeft het trouwens ook een magnetisch veld. Zoals je ziet, noord en zuid. En bij de ander net andersom. En nu heb je dus dat je bij helium, heb je dat het ene elektron een spin heeft van plus een half en het andere heeft een spin van min een half. En dat betekent dus dat het met die kwantumgetallen, dat ze beiden niet dezelfde kwantumgetal hebben, want ze hebben beiden een verschillende spin. Ja, en dat is dus het uitzonderingsprincipe van Pauli. Eventjes dat nog een beetje. Oké, uitzonderingsprincipe samengevat. 2 elektronen mogen niet dezelfde kwantumgetallen bezitten. Let op, dit is een beetje versimpeling van het uitzonderingsprincipe van Pauli. Het gaat niet alleen over elektronen. Het gaat over de familie deeltjes waar een elektron lid van is. En die familie heet fermionen. Maar in dit geval, elektronen is eventjes belangrijk. 2 elektronen mogen niet dezelfde kwantumgetallen bezitten. En je kunt dit ook vertalen naar dat in 1 en dezelfde energietoestand passen maximaal 2 elektronen. Dat is dus dankzij de spin zie ik. En dit wordt natuurlijk allemaal wel een beetje kriebelig zo. Oftewel, ik denk dat het tijd is om te stoppen. Kortom, slaap lekker en tot een volgende keer.